onze wethouder van cultuur, Christine van Wijk, het woord geven om even het openingswoordje uit te spreken en dan ook de openingshandeling, wat het ook mogen zijn, te verrichten. Ik heb nog geen roeiboot gezien vandaag. Goed. Het enige wat nog van dat hele Java-complex over is, is dit prachtige torentje. De gemeente houdt hem in stand, maar gelukkig is Menno met zijn nieuwe Twentse kunst bereid om daar elke keer weer iets moois van te maken. En dit keer met assistentie van de Jeugd Kunstacademie. Ik wil toch zeggen dat ik ontzettend trots ben dat we in onze stad ook een aantal jonge mensen hebben die eigenlijk zo met kunst bezig willen zijn. Dus groot compliment aan iedereen die meedoet aan deze opleiding. Ik moet jullie mooie producten straks nog bekijken, maar ik durf te wedden dat ook heel veel mensen in de stad dat de komende tijd zullen doen. En ja, ik zou zeggen, ga door met die ontwikkeling van al die talenten. Het ziet er nu al prachtig uit en het kan alleen maar mooier worden, denk ik. En dat geldt niet alleen maar voor wat jullie maken, maar ook voor wat jullie als mens worden. Succes daarmee. Dankjewel. En neem daar nog even een drankje van Hilde. Ik zit uit Zazent bij de JKA, de Jeugdkunstacademie. En ik mocht nu het module Crossmedia Design leiden. Ja. Om hoeveel kinderen gaat het in totaal? Het zijn er vier groepen in totaal van ongeveer vier leerlingen. Dus 16 leerlingen volgens mij. En hoe lang hebben we daarover gedaan? In totaal 5 weken. Dus het, ja, precies. En er waren twee groepen, van jongeren en ouderen. En de ouderen hebben een stop-motion animatie gemaakt. En de jongeren heel veel getekend. En precies. Krijgt dit nog een vervolg? Wat zei je, sorry? Krijgt dit nog een vervolg? Dit krijgt zeker nog een vervolg, ja. Dit was nu het eerste jaar van de Jeugdkunstacademie. We zijn nu net gestart. Hè? Dus het gaat zeker nog wel door, ja. Het jaar 2 en precies.